De deken van de Orde van Advocaten, Samantha Gujraj, krijgt volledige ondersteuning van de advocatuur bij haar standpunt dat pseudo-advocaten uit elk rechtsproces moeten worden verbannen. Zij bezorgen de echte advocaten namelijk een slechte naam. Een van de advocaten die dat standpunt deelt is Vishnu Balraj. Dat zijn de mensen die er beroepsmatig hun werk van maken om mensen in rechten te vertegenwoordigen. En dat kan eigenlijk een ieder zijn die zich daarmee bezighoudt. Maar je bent niet beëdigd advocaat. En in sommige gevallen is het zelfs zo dat mensen zich niet eens een opleiding rechtsgeleerdheid hebben. En hoe komt het dat deze mensen een grote vlek achterlaten voor de advocaten? Deze mensen maken soms zulke grove fouten en in de samenleving is het dan gauw al van no na advocati, het is de advocaat. En dat komt op ons bord. Er zijn natuurlijk niet alleen maar pseudo-advocaten die het verprutsen voor de advocaten, maar het zijn natuurlijk ook de advocaten die dat zelf ook doen. Vindt u niet dat Suriname ook te maken heeft met malafide advocaten? Er zijn inderdaad advocaten die het verpesten. En in die gevallen ja, geldt natuurlijk het Tuchtcollege als instituut waar dat optreedt tegen dergelijke advocaten, collega's. Om dit probleem tot het verleden te laten behoren is ingrijpen van de rechter nodig. Het procederen is namelijk tot in de puntjes geregeld in het Surinaams burgerlijk wetboek. De rechter heeft het recht om een pseudo-advocaat te weigeren. Hier heeft de rechter een bevoegdheid, een discretionaire bevoegdheid, om mensen die inderdaad beroepsmatig optreden, om hun te weigeren. De rechter kan dat. En wat mij betreft is daar ruimte voor als iemand het echt grondig verpest. Want er zijn ook mensen die beroepsmatig als gemachtigde optreden, waar je geen problemen mee hebt. In deze zou de rechter dus het probleem kunnen oplossen? Binnen flits. Ja, dat kan, want er is een procesreglement en daarin staat de regeling eigenlijk ook opgenomen. Advocaat Vishnu Balraj van Balraj Advocatuur en Mediation. Hij deelt het standpunt van de deken van Orde van Advocaten, Samantha Gujraj, dat pseudo-advocaten uit het rechtsproces moeten worden verbannen.